Justin Bakker, een knotsgekke wedstrijd waar denk ik meer uit te halen was. Ja, zeker. Ik denk dat we goed begonnen, vooral het eerste kwartier ongeveer. En dan scoren we helaas niet. En dan het tweede kwartier van de wedstrijd waren zij wat beter. Zij scoren wel. Ja, en op een gegeven moment kreeg ik ook nog een rode kaart, dus dan wordt het helemaal lastig. Ja, hoe kwam het dat we een beetje het grip kwijtraakten op Sparta? Ja, zij maakten een ruit op het middenveld, zeg maar. Hun buitenspeler ging helemaal naar binnen. Als een soort tien, daar hadden we een beetje moeite mee. En ja, dat losten we eigenlijk in de tweede helft een beetje anders op. Dus toen kregen we veel meer grip erop, maar dat kwartiertje is eigenlijk een beetje voor de nek omgegaan. Ja, uiteindelijk, je zegt het al, in een wat betere periode voor Sparta maken hun een goal. Het leek een beetje geklungel achterin. Kun je ons een beetje meenemen naar dat moment van hoe dat ongeveer ging? Ik moet hem ook nog terugzien zelf, maar voor mijn gevoel was het dat zij, ik denk, een paar voorzetten aan onze rechterkant kregen, zeg maar, die we de eerste twee keer nog konden verdedigen. Alleen de derde keer ging hij volgens mij over alles en iedereen heen. Volgens mij wil de jongen hem schieten, hij schiet hem in de grond, stuit het weer over alles en iedereen heen. Schiet hem tegen Jay aan die op de lijn staat en valt precies goed voor die spits en zijn voeten. Ja. Zag er een beetje als comedy capers uit, maar het geluk zat ook niet echt aan onze kant op dat moment. Nee, precies. Ja, tweede helft kwamen we toch iets beter uit de kleedkamer, tot die rode kaart. Is dat dan een punt waarop je denkt, de wedstrijd is misschien nu al wel gespeeld? Gaan er dan de kopjes hangen of hoe gaat dat? Tuurlijk, je weet dat het lastiger gaat worden met 10 man, maar we hadden ook nog even een momentje dat we bij elkaar kwamen en dat zeiden van boys, kom op, nog 20 minuten even volle bak alles geven. Ja, we kregen nog wat momenten. Ja, als we dat bijvoorbeeld de aanname net iets beter is of die paas net beter, dan kom je wel in een schietpositie. Ja, dat was net niet, dus een beetje ongelukkig. Er was nog wat kritiek vanaf het publiek dat ze vonden dat Go Ahead niet hard genoeg werkte. Op een gegeven moment ging het publiek er ook weer achter staan. Toen ging het ook wel weer beter. Hoe ervaarde je dat als speler? Je hoort wel wat gefluit, maar je sluit je in principe een beetje af van wat er om je heen gebeurt. Ja, natuurlijk, het beste is gewoon als supporters gewoon achter ons blijven staan. Ik bedoel, we doen allemaal ons best. Alleen je weet, met een mannetje minder kom je nou gewoon soms even te laat of worden die afstanden iets groter. Dus het is gewoon moeilijker. Ik denk, als we met 11 man dat laatste half uur nog hadden gespeeld, hadden we 100% tegelijk maken of misschien nog wel 2 doelpunten kunnen maken. Ja, want eigenlijk speelden we voor een ploeg met 10 man nog best een goede laatste periode van de wedstrijd. Ja, daarom. Dat vond ik ook. Ik vond Sparta eigenlijk weinig tot 1 goal eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat zij, vond ik, gecreëerd hebben. Een paar afstandsschoten, maar dat was ook niet echt gevaarlijk. Ja, verder hadden wij ze wel goed onder druk. Ja, tot die rode kaart natuurlijk. Dan loop je een beetje achter de bal aan. Dan nog even naar jou persoonlijk. Voor het eerst in zijn tijd dat je weer in de basis stond. Hoe voelde dat? Ja, fijn natuurlijk. Je had natuurlijk gehoopt dat het anders zou lopen, de wedstrijd. Dus dat is minder, maar voor mezelf fijn natuurlijk. Lekker om in 90 minuten te mogen spelen. Wanneer wist je dat je in de basis stond? Gisteren eigenlijk kregen we het. We hebben de spelervatting alles gedaan, dus toen wist ik het. Bereid je dan nog anders voor op zo'n wedstrijd dan dat je weet, zit op de bank? Nee, ik denk eigenlijk dat ik altijd wel hetzelfde wedstrijdvoorbereiding inga. Dus het is niet per se dat ik iets anders doe. Dankjewel.